De haven van Zeebrugge heeft er twee nieuwe sleepboten bij. De twee nieuwe slepers van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten, URS, moeten de schaalvergroting helpen opvangen. De Union Onyx en Union Topaz werden zoals gebruikelijk gedoopt en vormen het eindpunt van een uitgebreid investeringsprogramma van URS. Wij hebben in Zeebrugge ons vernieuwingsprogramma eigenlijk afgerond met de laatste twee schepen, Union Onyx en Union Topaz, die de oude Union 5 en Union 6 vervangen in de havenvloot van Zeebrugge. Het zijn zusterschepen van de Coral, de Pearl en de Emerald die nu al in Zeebrugge varen. De Union Topaz en Union Onyx hebben ieder een trekkracht van 65 ton en zijn nodig om de allergrootste schepen naar hun plaats van bestemming te brengen. Hun voorgangers, Union 5 en 6, zullen verhuizen naar Terneuzen. 65 ton was de norm, is nu vandaag de norm algemeen. Als je ziet in de Hamburg-Lavre range, zou je kunnen zeggen dat 65, 70 ton zowat de norm geworden is voor elke haven die met grote containerschepen en grote autoschepen, want die vangen ook heel veel wind, en die worden ook steeds groter, assistenties moet verlenen. Maar wij gaan al voor onze volgende investering naar 80 ton. Dus wij gaan nog een maatje groter. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de schepen van boven de 350 meter hier in Antwerpen komen, 360 meter nu met de nieuwe MSC's. Maar ook in Zeebrugge gaat de E-klas Meusk, die er al sinds vorig jaar is, meer en meer vragen van de sleepboten. Dus die upswing die in de zeevaart of in de commerciële koopvaardij is, die gaan wij moeten volgen met onze schepen. De beide nieuwelingen werden zoals een aantal voorgangers in Spanje gebouwd. Toch zitten er traditioneel een aantal Belgische onderdelen in. Wij bouwen eigenlijk sinds 1993 al met de Spaanse werf, Astilleros Armon. Wij hebben ook nog een werf in Turkije. Maar wij proberen met zoveel mogelijk Belgische componenten onze schepen nog op te bouwen. Zo zijn de motoren nog altijd van ABC in Gent, een grote motorenbouwer in Gent. En de winch komen nog altijd van Brussel. En ook de koppelingen van Twin Disc worden in feite ook in België geassembleerd. Het is wel geen Belgisch product, maar het komt toch wel uit Nijvel. Dus we proberen zoveel mogelijk Belgische componenten in onze schepen te steken. Dat is een strategie die we tot hiertoe gevolgd hebben. En natuurlijk, het geeft ook een beetje uniformiteit aan de vloot. Of tenminste, wij alle onderhoud zelf doen. Maakt dat het leven van het onderhoud personeel wel gemakkelijker. De terugval in de trafieken doet zich ook bij URS voelen in een fors aantal minder opdrachten. URS is dan ook tevreden dat het investeringsprogramma eind volgend jaar is afgerond en dat de vloot tegen dan fors verjongd en upgegrade is. Vanaf 2000 zijn we beginnen onze vloot met een nieuw investeringsprogramma te vernieuwen en vooral te upgraden. En we gaan eigenlijk van 45 ton, wat de vorige generatie was, die in het begin van de jaren 90 gebouwd is, naar 65 ton en 80 ton. Wij ronden ons programma, het huidige programma, af eind volgend jaar met de komst van de nieuwe 280 ton. Tonboten voor Antwerpen, dan heeft Zeebrugge enkel en alleen maar 65 ton schepen en Antwerpen zal een mix hebben van 80 ton, 65 ton en nog een paar 45 ton schepen. In afwachting van de komst van de twee forse 80 tonners worden in september alvast nog de twee laatste 65 tonners gedoopt, beide gebouwd in Turkije. De Koala en de Panda worden ingezet in Antwerpen.